Mijn vriendin heet Chiklot. Ja? Jij bent maagd. Ik wil iets doen met u. Welke gewoonte van Ender irriteert je het meest? Er is één ding. Claudia? Dat is al. Ik wil iets uitproberen. Namelijk onze toekomst laten voorspellen. So far wel pittig accuraat. Blijven wij voor altijd samen. Yo, de podcast met Claudia begint zo. Drie dingen voor die echt kan beginnen. Iets wat ik al een heel jaar zeg, is dat het doel tegen het eind van het jaar is om 50.000 abonnees te behalen op dit podcastkanaal. Dus dat betekenen, geloof het of niet, dat de grootste podcast van België op YouTube zijn. En met nog twee podcasts te gaan dit jaar, betekent dat we maar 12.000 abonnees per podcast moeten hebben. En dan zijn we er gewoon. Easy. Ook zijn deze koffiemokken nog steeds beschikbaar op enerschool.be/shop. Dus als je er een wilt, kan gewoon. En tenslotte post ik in december een hele maand lang elke dag een YouTube video op mijn andere YouTube kanaal, Enerschotens, waar ik morgen een video post met jou, waarin wij onze toekomst laten voorspellen. Dus het zou cool zijn als jullie ook daar eens naartoe zou kunnen gaan. That's it. Deze fucking wel pijn eigenlijk, what the fuck. Even als je er een koopt, niet op je kop ermee slaan. Ik weet dat de koffie kop is. Slaag niet op je kop. Oké, fuck it. Geniet van de aflevering. Hoi mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtens en mensen vragen me heel vaak: wie is uw favoriete gast ooit op de podcast? En dat is zonder twijfel de gast van vandaag. Namelijk mijn vriendinnetje, Claudia. Alles in orde met jou. Alles in orde. Het ging zo goed en dan verstotter ik. Dat is niet eens een woord. Verstotter. Ja, je mijn naam niet eens in één keer kunnen uitspreken. Dan weet je wel wie ik ben? Claudia. Ja, maar je spreekt mijn naam ook altijd normaal verkort uit, hè? Kloot. Dus ik snap de verwarring wel. Voor de mensen die na die intro nog niet goed begrijpen wie dat jij juist bent, waar zouden ze kunnen kennen? Ik denk voornamelijk via u. Mm-hmm. En soms doe ik iets een beetje op social. Ja. Maar dat is echt voor fun. Maar op zich niet. Jij bent gewoon... Claudia is zoveel beter in Instagram dan ik. Eigenlijk, moet dat zeggen, ik suk toch zwaar in Instagram. Nee, maar je denkt daar hard na. En ik snap het wel, want je zit met veel grotere cijfers, zal ik maar zeggen, met een algoritme dat daarop genereert en blablabla. Bla, bla. Nou. Dus ik snap dat jij daar harder over moet nadenken dan ik. Ik zou straks een fotodump posten. Ik vind fotodumps superleuk. Zal ik dat doen? Dus als je deze podcast ziet, check mijn Instagram en like mijn fotodump voor mijn ego. Please. Want anders is het traan achteraf bij mij. Nee. Dat is niet waar. Nee, maar ik denk dat je gelijk. Ik denk daar veel te hard over na. Ik vind het niet leuk. Instagram is te veel een business geworden, precies. Ik wou dat ik dat gewoon terug kon gebruiken als een... Mm-hmm. En ik wou dat er hier fulltime adverteerders op de podcast waren. Dat ik niet meer moest nadenken over Instagram. En straks ga ik naar Amsterdam en gaat er misschien verandering in komen. We zullen zien. Laten we niet praten, maar waarom de fuck zijn we over social media bezig in de eerste plaats? Omdat je aan mij vroeg van waar kunnen ze kennen. Ja, klopt. Ja. Oké, laten we stoppen over business praten. Hoe gaat het met jou, Claudia? Goed. Ik denk dat het bijna iets minder dan een jaar geleden is dat ik hier zat met u. Klopt. Na één jaar. Nog steeds verliefd op mij. Super verliefd. Nee, maar dat is wel echt legit. We zijn ondertussen meer dan 2 jaar samen. Mm-hmm. Wat is er veranderd in dat tweede jaar? Is er iets veranderd voor ons? Ik denk dat het voor ons een soort van avontuur is geweest, omdat in dat jaar dat we nu rond zijn gegaan, corona is keine gepasseerd. De wereld is terug open. Ja, en we zijn dingen kunnen gaan doen en we reisjes kunnen doen. Maar ook heel veel evenementen. Ik heb je gewoon op een andere manier gezien dan dat ik je in dat jaar corona heb zien doen, zou ik maar zeggen. En het is heel makkelijk om een relatie te hebben als het gewoon jullie twee constant zijn. Dat je niet veel dingen kunt doen, dat er niet elkaar niet veel ziet in andere sociale situaties dan gewoon bij elkaar. Mm-hmm. En dat is een unieke periode geweest tijdens corona gewoon. Maar nu, het leven is gewoon weer aan het opstarten. We doen weer, elke week zit onze planning vrij vol. We moeten elkaar zien te meeten tussen dingen door. Mm-hmm. Maar dus, dat werkt wel. Ja, maar dat is de uitdaging geweest voor ons heel veel. Om inderdaad zo de goede balans te vinden tussen zelf dingen doen en verplichtingen van langs uw kant. Ik heb mijn 9-to-5, langs mijn kant dan. Ja, want we doen veel dingen samen. Maar het is ook een oefening om tijd te vinden om samen niks te doen. Ja. Of zo, zou ik maar zeggen. Dat is inderdaad onze grootste oefening. Want wij doen zoveel dingen samen die op uitnodiging zijn. En dat is dan van een of ander eventje. Mm-hmm. Wat dat leuk is en cool dat we daar mogen zijn. Maar moet er zoveel mensen zijn en je zoveel aandacht moet besteden aan anderen, is dat nooit echt een date night voor ons. Op zo'n momenten is dat wel... Ik heb wel superveel steun aan u. Ja. En jij aan mij ook. Omdat... We zijn een beetje elkaar safe space. Ja, exact. Dus als we op zo'n evenementen zijn, dan kunnen we wel
apart ons ding doen, maar het is altijd leuk om dan terug even samen te komen, omdat je dan terug op je gemak bent, op sommige van die evenementen. Ja, deze podcast komt uit op half december. Dat betekent dat eind van het jaar eraan komt. Heb jij voornemens voor het nieuwjaar? Ik vier nieuwjaar en ik enjoy dat zo hard en dan ga ik gewoon verder. Ik heb nooit voornemens. Mm-hmm. Ik heb dat ook nog nooit gehad. Mm-hmm. En zoals jij vorig jaar hebt gedaan, met dan te zeggen van... Ik ga niet drinken als ik in het binnenland ben. Mm-hmm. Alleen als ik op vakantie ben, dan ga ik misschien niet drinken. Ik heb nog nooit zo'n dingen gedaan. Nee. Oké. Okay. Dus voornemens... Maar dat is een kei-cliché-one. Om te zeggen van, ik wil meer sporten, omdat iedereen dat zegt. Maar dat is wel legit gewoon iets dat ik sowieso wil doen. Ik wil gewoon een soort van sport vinden waar dat ik... echt naar uitkijken om dat te doen, mm-hmm. dat ik bezig ben en beweeg. Ja. Want ik sport graag. LO was mijn lievelingsvak in het middelbaar. En nu dat je zo niet meer de verplichting hebt van elke maandagmiddag is het een uur sport, sport je gewoon niet echt meer veel. Nee, exact. En in het middelbaar was het dan van, oh, ik zat in een sportklas op een bepaald moment. En dan gingen wij tijdens de middag volleyballen en zo. Dat was superleuk. Ik vind volleyballen een keileuk sport. Maar om nu op deze leeftijd, ik ben nu 25 geworden, nog ergens zo u aansluiten bij een club, al niet te weten van, ja, oké, ik vind volleybal wel leuk, maar kan ik dat dan wel effectief? Om nog alles uit te zoeken, om daar dan tijd voor te vinden. Want dat is niet, oké, dat gaat misschien één keer of twee keer in de week zijn, maar dat zijn wel dagen dat je moet vasthouden voor een heel team. Ja. Want anders ben je maar half zijn gat eigenlijk een sport aan het doen. Dus dat gaat ook niet. Maar fitnessen, I don't know, ik ben geen fitnesspersoon. Want ik val keisnel af. Misschien een goed voornemen is voor mij om een... gezond eetpatroon te vinden. Dat denk ik dat heel belangrijk is. Ja, ik eet heel graag. Ik brunch graag. Love food. Maar mijn eetpatroon is zo... Ja... Maar wij versterken elkaar daar ook wel erg in. Want als ik vraag om samen te eten s'avonds, maar ik ben pas om 10 uur, 11 uur thuis, jij wacht dan op mij. Tuurlijk. Dus ja, dat is super lief. Maar ik bedoel, wij helpen elkaar niet echt. En misschien is het vaak mijn fout, maar ik weet dat als ik niet aanwezig ben, dat jij soms ook middageten of zo skipt. Mm-hmm. Dus, ja, ik ben ook gewoon totaal geen ochtendpersoon. Ik hou echt van slow mornings en dan zo koffie te pakken en misschien iets van ontbijt, maar tegen dan is het eigenlijk al bijna middag. Mm-hmm. Waardoor dat middageten dan eigenlijk verdwijnt. Avondeten wordt, ja. En dan, inderdaad, moet je nog voor avond eten, maar omdat wij dan doorheen de dag superveel dingen aan het doen zijn, komen wij op zo'n patroon dat je dan ineens om 10 uur 's avonds avond eet. Maar dan heb je in de ochtend een beetje ontbeten en dan 10 uur 's avonds gaan we dan eten of zo. Mm-hmm. Maar dat is... dom. Ja. Dus in plaats van sporten, misschien gewoon een gezond eetpatroon. Laten we dat doen. Vinden. Doet je mee? Ons goed voornemen. Let's go. Ik heb ook aan veel mensen gevraagd of dat zij vragen voor ons hadden. Leuk. Welke rare gewoontes heeft Ender? Heb ik rare gewoontes? Ik wil zeggen van niet. Als jij uit de douche komt, dat jij kunt je niet helemaal afdrogen. Dat is gewoon zo. Dus ik weet niet wat dat rare gewoonte is, maar het is niet dat jij moeite doet om je te zorgen dat je helemaal afgedroogd bent. Maar mijn rug is gewoon moeilijk. Gooit je hand ook over en je doet even zo naar achter. Maar als jij in de buurt bent en jij staat daar met de... handdoek open is veel leuker. Dat is waar. Maar ik ben er niet altijd. Ja, ik durf echt in mijn haast gewoon t-shirt aandoen en boeien dat het dan even nat is. Dat droogt wel op. Dat is mijn redenering. Ja. Als ik dat zo zeg, is dat precies psychopaten gedrag of zo. I don't care. Welke dates hebben jullie gedaan voor jullie een relatie kregen? En welke raden jullie ons aan? Er zijn er niet zoveel, klopt. We zijn letterlijk op één date geweest. We zijn op één date geweest en we zijn nooit gestopt met chillen. Dat is eigenlijk ons verhaal. Ja. We hebben elkaar ontmoet, afgesproken voor een date. Na die date de volgende dag al teruggechilled. En dan gewoon wekelijks elkaar 3-4 keer blijven zien. Exact. En nu zijn we 2 jaar verder. Ja, en elkaar nog niet meer. Nee. Maar tip voor eerste date. Zoek een toffe rooftopbar in Brussel of Antwerpen. Mm-hmm. Of in welke stad dat je ook ziet. Want er zullen ongetwijfeld rooftopbars zijn. Ja. En als je een bierglas probeert te stelen, loop net iets verder dan de uitgang. Zodat de mensen achter de bar niet snel genoeg je gewoon kunnen pakken. Ja. En door kunnen hebben dat je door bent met dat glas. Ja, dat is ook nog wel een leuke tip voor op een date. Probeer een bierglas te stelen. Maar doe dat beter dan wij dat hebben gedaan. Ja. Maar nee, stel niks. Niks stelen. Het is wel grappig. Maar niet doen, maar het is wel leuk. Het is wel grappig. We hebben wel goed Sorry, maar mensen hebben fucking verkeersborden in hun appartementen staan. Klopt, maar moeten wij dat aanmoedigen? Nee. Matthias, knip het eruit. Nee, Matthias houdt erin. Welke gewoonte van Ender irriteert je het meest? Er is één ding. Ik ben niet geïrriteerd aan u daardoor. Oh. Ik ben daardoor geïrriteerd aan de situatie. Uh-huh. Is dat jij een heel dag in je kleren kunt rondlopen en dan in slaap kunt vallen met je kleren aan in de zetel. Ik zit al een uur of twee in mijn pyjama. En Ender, jij zit in je jeans.
met je riem. En twee truien bij ze van, valt jij in slaap? En ik ben zo van, oh my god, please, ga een pyjama aandoen. Ja. Dat is het enige waarvan ik denk... Omdat je gewoon comfy wilt zijn samen. Ja. En dat je niet comfy ben, dat ik gewoon moe ben. Ja. Oké. Dat is al. Heb je het op sommige momenten moeilijk met de bekendheid van Ender? Op deze moment totaal niet meer. Maar toen dat de wereld terug openging na corona, ja, je komt constant in nieuwe situaties waarbij je vriendje dan op straat herkend wordt of je wilt eigenlijk gewoon met twee iets doen in het openbaar en dan... Voel je soms zo wat, je hebt zo wat invaders, of zo, zal ik maar zeggen. Dus ik heb wel even een periode gehad waar ik echt heel hard moest daaraan winnen. Zonder, allee, ik had wel altijd in mijn gedachten van, oké, kijk, bon, dit is gewoon hoe dat is en dat is allemaal niet zo erg. Maar like, hoe dat je voelt, daar kun je niet, je kunt dat niet aan veranderen. Hè. Je gevoelens zijn gewoon wat dat zijn. Klopt. En op dat moment, ik heb echt wel een periode nodig gehad waar ik even moet zo acclimatiseren, of zo, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat is logisch. Ik heb het gevoel dat je mij vaak moet delen. Als we samen op stap zijn, dat er dan toch momentjes zijn dat wij niet echt alleen samen op stap zijn. Dat misschien lastig is. Ja, al ik zeg het vooral in het begin dan, nadat we terug dingen konden gaan doen. Vooral op dat moment. Maar ik ben nu op een punt gekomen voor mezelf gewoon, waar ik echt super chill ben. Wat dat ook wel een beetje is dat wanneer wij samen lopen, dat ik het gevoel heb dat mensen wel heel veel respect hebben. Als wij met twee samen, dat je misschien soms eens ogen ziet of zo, maar dat dan dat je zo precies voelt van, die zijn even met twee. Dus thank you very much als jullie ons gezien hebben. Maar op zich. Maar hou je vooral ook niet tegen om iets te komen zeggen. Nee, nee, want ondertussen ik zeg het. Gewoon geworden ook. Voilà, Cessa. Alles wint. Ja, alles wint. Okay, heb je een vijfjarenplan? Heb jij een vijfjarenplan? Ik zou graag in de toekomst wel met jou willen samenwonen. Dat is op zijn tijd, natuurlijk. Dat was ook een van de vragen. Waarom wonen jullie nog niet samen? Maar in a way wonen wij wel al samen. Hè? We zijn deze week één dag niet bij elkaar geweest. Ja. Allee, dit was nu wel extreem, omdat we samen naar Nederland zijn gegaan. Yes. Voor uw familie. Daarover gesproken, we zijn samen naar Nederland gegaan om Sinterklaas te vieren. Pakjesavond. Ja, voor de mensen die niet goed weten wat dat inhoudt, dat is letterlijk... Wij trekken loodjes en kopen een cadeau voor iemand van de familie. Vrij vanzelfsprekend. Maar in Nederland wordt dat vaker gedaan dan wakker worden en dat er iets in je schoen zit. Maar hoe was dat, Claude? Het was super fijn. Maar je hebt echt een superleuke familie. Een heel laid-back familie die super graag babbelt. Dus je kunt, zoals je al hebt gezegd, gewoon je achteruit zetten... En gewoon zien wat er gebeurt de hele tijd. En... Er is altijd iets aan het gebeuren. Ja. Er is altijd wel iemand die een verhaal aan het vertellen is. Mijn tantes en mijn papa, dat zijn gewoon volwassen mensen die terug kind worden zodra ze bij elkaar zijn. Mm-hmm. Dat is heel erg het gevoel dat ik heb. Ik kan dat natuurlijk niet zeggen als in, ik zit altijd al in de familie, maar als outsider word je toch vrij snel met open armen verwelkomd. Ja, maar jullie hebben mij super welkom doen voelen vanaf de eerste dag. Dus anders zou ik nooit zoveel bij jullie thuis zitten. Als ik mij niet op mijn gemak zou voelen. Nee, maar dat was echt een super fijn weekend. Welke cadeautjes heb je gekregen? Ik heb van u een dekentje gekregen. Klopt. Which is nice, want ik hou van dekentjes en warm hebben. En misschien had ik die vandaag moeten meepakken zodat ik het warm had. En misschien dat ik ook gewoon een trui kunnen aandoen of een jas. Maar hier klaar, jij wou een jas niet aandoen omdat dat er gek uitzag. Ja, maar we zitten binnen. Ik krijg toch niet met mijn dikke jas zitten? Dat is wel gewoon. Tenzij dat je dikke bent. Want dat is letterlijk de vorige podcast, heeft dikke met een gigantisch dikke jas. Voilà. Dus ik laat graag die eer aan hem om mijn jas hier binnen te zitten. En ik... Ik heb wel een heel mooi cadeautje gekregen. Van Claudia heb ik deze Casio horloge gekregen, wat dat volledig uncalled for was, dat je niet zomaar mogen doen. Maar dat fucking... Ik vind het fucking geweldig, hè. Dit is een van de coolste dingen dat ik in tijden heb gekregen. Dankjewel daarvoor. Je had gewoon een paar maanden geleden tegen mij gezegd van... Eigenlijk wil ik supergraag eens een vintage Casio. Ja. En ik was al de Ino binnen gegaan om te gaan kijken. En ik dacht van, ik ga dat nu al kopen. En dan dacht ik van, nee, want ik weet niet welke dat Ender wilt. Dus ik dacht van, hey Ender, kun je een screenshot doorsturen van welke Casio je mooi vindt? Maar het was niet super duidelijk. Ik kon die niet goed vergelijken met die in de etalage. En dan ben ik met u teruggegaan. En dan heb je letterlijk gevraagd. Ja, heb ik gewoon, ja, kijk, bon. Als je dan toch een horloge koopt, dan moet er echt wel de goede zijn. Ja. Dus dan vroeg ik gewoon van, ja, welke zou je graag willen? Gewoon buiten gegaan zonder te kopen. Mm-hmm. En dan een week later teruggegaan. Dus die mensen hebben mij drie keer gezien voordat ik mijn horloge naar buiten ben gegaan. Over cadeautjes gesproken. Ja. Ik heb een cadeautje voor jou bij. Voor mij? Tuurlijk. Voor elke gast op deze podcast. Let's go. Dus jij mag toch niet ontbreken. Oké. Het zit in de grote rode doos. Zoals... Spannend. Per usual. Zo, klopt. Dankjewel. Heb je een idee van wat het zou kunnen zijn? Is het Popworks, maïs, chips? Nee.
Check eens de balletjes gekocht. Ja. Oh mijn god, die zijn echt mega schattig. Ja. Dus, het is een hondje. Een hondje en een ijsbeer. Dat is echt heel leuk, denk ik wel. Claudia en ik hebben een traditie die al een volledig jaar... een traditie van een jaar, waarin dat wij één unieke kerstbal kopen. Mm. En op die manier gaan wij een kerstboom kunnen vullen tegen dat wij 10 jaar samen zijn. Ja. Maar die van jou, die jij gekocht hebt, is vanochtend kapot gegaan. Die lag nog bij ons thuis. Die was niet vanochtend kapot gegaan. Ja, mama heeft die eergisteren of zo per ongeluk kapot gegaan. Eergisteren? Ja. Oké, ik dacht vanochtend. Alright, anyway. Ik had eigenlijk nog veel meer kerstballen. Ik heb er echt 5 gekocht. Maar ik dacht, ik wil ze niet allemaal geven, want dan is de kerstboom ineens vol straks. Wil je de andere zien? Jawel. Deze zijn wel meer in de stijl van de andere. Fuck, die zijn superleuk. Voor Audio Only had het sowieso kut geweest. Oké, er zit een frietjeszak in, een milkshake en een hamburger. Met een, ja, overspoeld met glitters. Yes. We gaan wel echt een funky-ass kerstboom hebben. Ja. Onze eerste kerstbal hebben wij gekocht, waar? De kerstmarkt in Aken. Aken, ja. We hebben net over 5 jaar plannen gehad. Ja. Ik wil iets uitproberen. Namelijk onze toekomst laten voorspellen. Dus, laten we naar een waarzegger gaan. We staan hier momenteel met Sophie. Zij is niet alleen schrijfster, maar ook historica. Paaldanseres, tattooartiest. Nog dingen die ik vergeten ben? Goh, dat is zo het belangrijkste. Ja. En waarzegster, of tarotkaartenlezeres. Vandaag gaan Claudia en ik onze toekomst laten voorspellen en zien of het allemaal top blijft. Ik ga u gewoon laten doen. Ja. Ik vertelde dat gisteren aan mijn zus dat we deze gingen doen. Mm-hmm. En die was zo, ik zou dat nooit doen. Ik moet dat niet weten, dat is kei-eng. Maar mensen denken altijd dat ik ga zeggen van, oh, je gaat morgen sterven, maar zo'n kaart is er zelfs niet. Nee. Morgen doodgaan, kaart bestaat niet. Nee, de doodkaart staat eigenlijk voor een nieuw begin. En een einde van iets slechts of zo, dus dat is eigenlijk nog wel een leuke kaart. De duivel is nog zo'n kaart. Ik krijg die altijd als mannen verslaafd zijn aan porno. En dan komt die kaart zo en dan weet ik, je hebt vieze dingen gedaan. Ik krijg 5 kaarten en dan is dat eigenlijk de eerste kaart is doorgaans de huidige stand van zaken. En dan de rest is het komende half jaar. Die kaarten die hebben eigenlijk een veel vagere betekenis, algemeen gezien, dan dat daar vaak aan toegekend wordt. Je hebt zo soms van die readings op TikTok, van mensen die zeggen, oh, uw ex gaat terugkomen en jullie gaan trouwen. En dan denk ik, ja... Well. Ja, ik hoop het voor u, als je dat wilt, maar ja. En nu, jij voelt... Ja, ik voel vaak temperatuurverschillen. Dus ik voel dan zo iets kouder en dan, of iets warmer en dan pak ik zo'n kaart. Waar in de microgolf gestoken of waar? Het zijn tot nu toe nog geen rampzalige kaarten, denk ik, dus... Let's go, baby. Oké. Okay. Alright. Ça va. Dat is die Ten of Swords. Dit staat eigenlijk voor herstel, regeneratie. Iets onoverkomelijk eigenlijk zo weerstaan. In de zin van dat je je verzet tegen iets dat zou moeten veranderen. En dat misschien niet gebeurt. Dus dat is wel zo een beetje een conflictkaart, maar geen ramp of zo. Dus... Okay. Dat houdt het ook spannend, hè. Ja. Dus, beetje conflict. Ja, een beetje conflict. Dat je zo een beetje aan het zoeken bent van, moeten we dat hier aanpakken? Het kan ook zijn dat er zo een sleur is van bepaalde problemen waar dat je al lang mee probeert te dealen, maar dat niet uitgepraat geraakt. Oh. Is zoiets goed? Nee, eigenlijk momenteel niet. Oké. Okay. Oh, dat is keigoed, hè. Ah, wel, ik heb een lijstje. Sorry, boy. De tweede kaart is de King of Cups. Dat is een heel goede kaart. Dus in mijn andere tarot deck is dat zo een man die zo rond de 40 representeert, dat zo zijn shit echt together heeft. Dus echt zo King Energy. Dit staat voor emotionele balans, compassie en diplomatie. Dus het feit dat je, als er al iets is waar je over wilt communiceren, dat het allemaal op een heel respectvolle manier gebeurt en dat je empathisch bent en dat je het echt op een volwassen manier aanpakt. Dat lukt ons eigenlijk wel. Dus ja, binnen een relatie is dat een heel goede kaart om te hebben, omdat je dan ook gewoon in balans bent. 7 of Pentacles. Pentacles staan doorgaans voor financieel voorspoed en dergelijke. En voor creativiteit. Let's go. December, baby. Is de duurste maand van het jaar voor mij. Ik krijg straks mijn 13e maand. Maar jij hebt misschien gewoon financiële voorspoed. Dit staat eigenlijk voor investering en voor doorzettingsvermogen. En voor lange termijn. Dus dat is een heel goede kaart om in een relatie te hebben. Omdat dat wil zeggen dat je heel veel geeft, maar ook dat je veel terugkrijgt. En dat dat op termijn ook wel heel goed kan werken. Nu komen de omgedraaide kaarten. Ja, maar je hebt wel veel King Energy. King Energy. King Energy. Oh, ik hou van de term. Dat is de komende maand mijn go-to woord voor alles. Ja. King Energy. Als ik de afwas doe, King Energy. Ja. Nee. Dit is een iets mindere kaart, omdat dat staat voor zo financiële... Niet echt zorgen noodzakelijk, maar het staat voor het feit dat je misschien zo heel gefixeerd bent op wealth en op vermogen en op succes op dat vlak. Waardoor dat je soms misschien zo nogal koppig bent.
Zeker in een context van werk is dat zo van, het moet altijd meer zijn, het moet beter zijn en dat dat misschien op de duur wel wat spanning in je relatie kan veroorzaken, omdat je niet genoeg... December, baby. Bijvoorbeeld voor een vriend van mij, die is bijvoorbeeld nu elke dag aan het uploaden in december en die wil elke dag ook video's zelf editen en slaapt 2-3 uur per nacht bijvoorbeeld en ze investeert heel veel geld in die video's en ziet zijn vriendin ook een pak minder daardoor. Zou dat zoiets kunnen betekenen? Dat is deze kaart, ja. So far wel pittig accuraat. Dan de hermit, als die rechtop staat, dan staat dat voor zo heel veel tijd alleen spenderen. Dus omgekeerd, dus het staat ook nog altijd voor isolatie en eenzaamheid en een beetje je terugtrekken. Mm-hmm. Nu, in een relatie hoeft dat niet noodzakelijk slecht te zijn. Ik bedoel, als je lang samen bent, heb je altijd periodes waarin dat je meer tijd alleen doorbrengt. Mm-hmm. Maar ik denk, zeker als je dat zo op elkaar opvolgt, dan is het zo van, oké, de communicatie is goed en het is een lange termijn investering. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment gaat er wel... Ja, gaat een beetje overwerkt zijn waarschijnlijk, waardoor dat, jullie alle twee, waardoor dat een beetje botst en dat je wat tijd alleen gaat spenderen om dat even te verwerken. Van 1 tot 4 januari staat in mijn agenda rust. Dat is voor de eerste keer in lange tijd dat ik even... Ik weet niet wat ik ga doen, maar misschien zou dat kunnen betekenen. Als jullie nog ja-nee vragen hebben, dan kan ik dat ook stellen. Ik ga het gewoon in mijn hoofd doen. Oké, ik heb vies. Dat is een ja. Blijven we altijd samen, baby. Yeah. Let's go! Hey. Hebben wij binnen het jaar samen een schattige puppy? Ik denk dat dat een nee is, maar ik weet het niet. Maar, fuck! Dat is niet gedetermineerd, hè. Als je morgen een hond koopt, dan heb je die, hè. Oké, super, bedankt. Straks komt jij trouwens naar hier, maar dat zal voor een video zijn op mijn andere YouTube-kanaal. Maandag of dinsdag komt die online, dus check daar. Daar ben ik elke dag aan het uploaden deze maand december. Thanks als je daar geabonneerd bent en tot morgen. Wow, wat een toekomst. We weten nu ook gewoon nog niet wat er gezegd is geweest. Maar ik hoop dat het positief was. Ja, stel dat wij in het vorige shot aan het wenen waren, van dat hij gewoon crazy shit had gezegd en dat wij volledig in paniek raken nadat we de toekomst horen. Ik heb ook nog een horoscoop met Pedro, maar misschien zullen we die nog even houden voor straks. Oeh, spannend. Dat we misschien toch een beetje gelachen hebben met de toekomst. Ja. In het beste geval was de vorige toekomstvoorspelling natuurlijk ook leuk. Mm-hmm. Hoe is het om met mij samen te zijn in een maand als december, waar ik elke dag post? Is dat moeilijk, de content? Nee, niet per se, omdat ik mij daar ook gewoon op voorbereid. Ja. Maar ik weet dat het gewoon een heel drukke maand is voor u en dat dat voor een reden is. En dat dat wel leuk is om te zien dat je zo een hele maand dingen aan het bedenken bent en dat dan ook filmt. En... Het is heel erg een creatieve uitdaging wel. Ja. Want zelfs eigenlijk op dagen dat het super druk is voor eender... Wie van ons zien we elkaar wel meestal? Soms gewoon op de achtergrond, kijkend naar de ander, wachten totdat hij terug tijd heeft. Maar wij doen wel ons best om eigenlijk zoveel mogelijk tijd samen te spenderen. Ik vind dat dat echt super goed gaat. Ja, toch hè? Ja. We're doing great. Ja. Couldn't be happier. Ja. Yeah. Weet je wat? Dit is trouwens een realisatie dat Claude en ik laatst hadden. Dat sinds wij elkaar kennen, wij elkaar meer wel aangeraakt hebben dan niet aangeraakt hebben. En dat klinkt misschien dubbel of zo, maar wij hebben gewoon constant handjes vast. We zijn constant aan het knuffelen. Maar weet je dat is ook zo gewoon... cheesy, als ik dat zo vertel. Weet je wat ook gewoon het ding is? Dat als wij met twee whatever doen, dan zitten wij in zo'n bubbel. Dat boeit mij letterlijk niet wie dat er in de ruimte is of zo. Je vergeet dat een beetje. Ja. Want ook als je slaapt en je raakt elkaar ook constant aan, dat zijn ook veel uren. Dus ik denk echt dat als je zo een chart zou maken van momenten dat we elkaar aangeraakt hebben en niet aangeraakt, dat dat echt 70-30% zou kunnen zijn. Ik ging echt net hetzelfde zeggen. Ik denk dat ook. Tijdens zo'n podcast zijn bijvoorbeeld al momenten dat we elkaar eigenlijk lang niet... Maar wow, dat is zo'n intiem onderwerp aanraken. Ja, maar nee, dat is, bij ons is aanraken letterlijk gewoon al gewoon van handjes vasthouden of gewoon een arm vastpakken of zo. Dat is gewoon, ik dacht er sowieso over na, toen we hand in hand aan het lopen waren. En toen besefte ik van, er zijn zo weinig momenten dat wij geen fysiek contact hebben. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Hey, we hebben eigenlijk niet eens aangekaart. Willy is hier niet. Ja. Willy is er niet. Willy wou niet. Willy had geen zin. Die zei, Claudia! En dan heeft hij gewoon niet meer gereageerd op mijn shit. Nee. Nee, Willy kon vandaag niet. Want ik ben heel slecht met... Ik ben niet de beste in plannen. Of toch, ik ben heel goed in plannen voor mezelf. Mm-hmm. Maar iets wat ik nog steeds aan het leren ben, is dat mensen afhankelijk zijn van mij en van mijn planning. Dus als ik bijvoorbeeld tegen Willy zeg, ah ja, die dag is het podcast, 2 dagen op voorhand, dan mag ik niet van hem verwachten dat hij er ineens is. Op dezelfde manier dat ik dat niet van u mag verwachten.
Mm-hmm. En dat iets is waar ik hopelijk beter in aan het worden ben. Dat is zeker in het begin van onze relatie, was dat voor mij heel erg een werkpunt, omdat ik zo mijn agenda vol prop en dat ik niet kan verwachten dat jij mee staat te springen constant. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat dat beter aan het worden is. Ja, echt wel. Ik heb wel zelfs nog gezegd bij het rijmpje dat ik had geschreven voor je horloge. Van, cool. Eigenlijk heb je deze niet meer nodig, want ik ben echt super blij mee hoe dat je nu alles niet alleen plant, maar ook gewoon naar mij communiceert. Want dat is ook wat ik tegen u heb gezegd toen in het begin. Van, dat boeit mij niet dat je te laat bent, maar communiceer dat. Yeah. Verwacht niet van mij dat ik hier een uur zit te wachten omdat je hebt gezegd dat we samen gingen eten. Yeah. Zeg mij dan, ik ben later, begin al maar te eten of zo. Yeah. Dat ik gewoon zelf ook een beetje kan plannen. Klopt. Ik wil iets doen met u. Ik wil met u de love meter doen. Ah, is dat zo waar dat je je namen invoert? Yes. En dan doet dat met zo'n meter zo... 98%. Yep. De love tester. Ender en Claudia. Ik heb het op testen doen, want nu staan we op 0% en dat is niet... Dat ging heel snel. 84%. Dus we hebben nog een paar procenten waar we kunnen verbeteren. We hebben nog groeipotentieel. Ja. Ik kan nog iets vragen. Als je zo kijkt naar mijn familie... Kun je dan zo'n beetje zien hoe dat ik geworden ben, wie dat ik ben? Ja, maar al moet ik zeggen dat jij echt wel ook heel hard je eigen persoon bent. Aha. Op wie lag ik het meeste? Oef, dat vind ik echt een heel moeilijke. Maar ik zie heel veel van je papa in u. Ik zie ook superveel van je mama in u. Maar zo het lieve, zo compassiegedeelte van je mama zit heel hard in u. Maar zo het ondernemen en al die dingen zie ik dan zo van je papa nu. Ja. Momenteel iets meer ook erin. Ja. Dus, alleen maar je ouders lijken eigenlijk qua zo doen en al die dingen ook wel vrij hard op elkaar. Dus het is echt een mix van... Weet je, op mijn ouders ook heel erg lijken, vind ik. Op ons. Op ons. Ja, dat kan. En papa is ook zo wat meer rationele. En mama is emotionele, heel zachte, lieve vrouw. We lijken een beetje op mijn ouders, heb ik het gevoel soms. Maar ze zeggen dat toch super vaak, dat je zo... Op het moment dat je een partner moet gaan zoeken, of dat je je aangetrokken voelt tot iemand, dat dat vaak is omdat je heel veel dingen van je mama of je papa daarin herkent. Zonder dat je dat door hebt op dat moment, hè. Maar het is... Ja, hoe langer dat je samen bent, hoe meer dat je beseft van fuck. Wel. Dit is mijn papa. Lijk je kracht op je papa? Ja, misschien wel op een manier of zo. Ik denk in het begin van onze relatie dat ik dat net iets meer zeg. Maar hoe meer dat ik u leer kennen, zal ik maar zeggen, in die 2 jaar nu, hoe minder dat je daarmee bezig bent, hè, om die... link te leggen of daar naar te kijken. Of. Je ziet gewoon een heel uniek persoon. Ja. Want ik zeg wel dat wel mijn ouders lijken, maar ik zie gewoon zo sommige interacties tussen mijn ouders dat ik denk van... Dat zouden wij kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, dat heb ik ook al wel gedacht, hoor. Daarvan. Wat is volgens u onze leukste date ooit al geweest? Maar wij doen zoveel verschillende dingen, hè. Maar ondanks dat wij zo dat weekend, dat wij zijn gaan ontbijten en dan een beetje shoppen en dan nadien een hele serie gebingewatched hebben. Dat was cool. Dat was zo leuk. Mm-hmm. Dat is zo een... Dat is het minst drukke weekend dat wij in tijden gehad hebben. Ja. Gewoon echt... Mm. Geen hol gedaan. Nee. Geen hol, maar dan wel zo de... Ja. En dezelfde pyjama's gekocht. Dat was echt een van de beste aankopen in tijden, toch? Ja, echt een goede tip. Al is het met je beste vriendin, of met je broer, of je zus, of... Met je ouders, energie. Iemand dat je graag ziet. Iemand dat je graag ziet, koop gewoon dezelfde pyjama's. Koop dezelfde pyjama's. Goede snacks, een goede serie, goede film. En zet je samen voor de tv met een lekker warm dekentje. Mm-hmm. Dit is de perfecte fucking periode. Maar die pyjama's maakten het echt af. Echt wel, ja. Want ik weet nog dat ik... Jij had nog aan douchen. Ik stond al klaar in mijn pyjama. En jij kwam aan en je was direct hyped. Direct je eigen pyjama aangedaan. Ja. En we hebben echt gewoon... Volgens mij hebben we echt... als klein kindje staan springen van vreugde. Oh, ja. Ja, dat was een fucking wholesome moment. Dat was echt leuk. En ook nu, zoveel als wij kunnen doen, we die pyjama's aan. Ja. Chillende samen gewoon. Dat is ook echt... Van. Gewoon die kleding al aan hebben, maakt je zo relaxed. Mm-hmm. Dat is echt zo fucking fijn. Dat is echt aanrader. Ja, komt er neer. Maar, want deze was nu een heel recente date, zal ik maar zeggen. Maar de eerste keer dat wij Game State ontdekt hebben, dat was zo'n leuke avond. Ja, dat was super cool. Wij zijn eerst gaan eten ergens en dan, ja, je hebt eigenlijk een soort van indoor arcade in Brussel, Game State. En... Voelde ze heel erg aan als de Amerikaanse Dave & Buster's of zo. Zo die,
dat zijn ook arcadehallen. Okay. Dus zo... Ja, al die flikkerende lichtjes en zo, daar word ik sowieso tot aangetrokken. Van, ja. Oh, wat is er hier gaande? Ja. Maar we hebben ons daar zoveel geamuseerd al. We hebben zoveel geld uitgegeven. Holy fuck. Want ik heb daar ooit een samenwerking mee gedaan. Maar ik denk dat het geld dat ik ooit met die samenwerking verdiend heb, dat dat ondertussen al gewoon terug in de arcade al zit. Omdat wij gewoon terug zijn gegaan. Mm. Ja, fucking leuk al. Ja. Dat was echt super fijn. En jij? Ik denk ook dat mijn favoriete dates of momenten samen zijn de dagen dat wij weinig doen. Zoals knuffeldag. Dat al lang geleden is trouwens. Yeah. Ja. Vorige aflevering heb je het ook gezegd, maar we hebben een dag die wij onze tijd inplannen. Dat heet knuffeldag. Als we het gevoel hebben dat we elkaar even niet genoeg gezien hebben. Of gewoon er zin in hebben. Een dag waarop dat we niks doen. Mm-hmm. Alleen bij elkaar. Vaak ook na een heel drukke periode. Ja. Dat we het weer doen. Ik denk dat misschien de reden is dat wij er geen nieuw gepland hebben. Omdat we elkaar gewoon heel veel zien momenteel. Niet omdat het niet druk is, maar omdat wij, vooral ik, dan beter ben beginnen plannen. Bij u was dat nooit echt zo'n probleem, bij mij was dat wel een beetje een probleem. Klopt? Ja. Jij bent maagd. Sterrenbeeld. Ik zeg dat even, want we hebben ondertussen ook onze toekomst laten voorspellen, maar ik wou niet onze huisastroloog aan de kant schuiven. Dus bij deze. Yo, yo, yo. Horoscoop met Pedro. Hoi. We staan er altijd. Zijn we happy? Zijn we sad? Oh, wat is er, Pedro? Oh nee, wij zijn volgende week zouden wij 2 jaar samen zijn. Ze gaan, ze vonden het nodig om een ander te kussen. Ja, mooi ja. Zit wel aan de kant. Werk en privé gescheiden houden, dus. Horoscoop met Pedro. Had dat niet moeten doen, hè? Als ze... Oh je. Hij is in de drank gevlogen al. Oh nee! Fuck. Pedro, keep it together. Pedro toch? Maagd. Deze week staat helemaal in teken van de liefde. Wees niet bang om je blote hart aan je partner te tonen. Wees niet bang om het onverlichte pad dat je nog niet hebt ontdekt te ontdekken. Verlicht samen het onbekende. Vul elkaar aan, want een goede relatie is communicatie en participatie. En dat kan niemand alleen. Oh, Pedro. Maar alleen doe je ook wel leuke dingen, zoals alleen naar de cinema of alleen naar de dierentuin. Of, Je hoeft je eten niet te delen als je alleen bent. Klopt, klopt. Ik ben ook happy single. Happy single. Wat een wijntje. Happy single. Pedro toch. 2 jaar, godverdomme, zouden wij samen zijn volgende week. We zijn wat zo nodig om je het anders te kussen. Ja, mooi hè. Genoeg vissen in de zee, hè. Allee, succes met jullie relatie, hè. Oh, Pedro. Ja, dat is wel... Dat is heel triest. Maar weet je, ik zou ook liever single zijn. Nee, alone time en dingen alleen gaan doen zijn super underrated. Ik doe dat super graag. Hè? Mm-hmm. Ik ga kei graag alleen shoppen. Ik ga super graag alleen eens een koffie drinken. Ik ga super graag met een boek ergens zitten. Ik ga super graag ergens alleen een museum bezoeken. Of wandelen gewoon. Ja, of wandelen maakt echt niet uit. Alleen tijd is zo underrated. Jij doet dat goed. Ik heb te weinig alleen tijd. Dat is waar. Ik heb geen alleen tijd eigenlijk. Nee. Maar Pedro, hey. Keep your head up, man. Er zijn, zoals je zelf zei, genoeg vis in de zee. Dat heeft niks te maken met een relatie, want je gaat niks doen met een vis ooit. Maar er zijn ook genoeg mensen die eventueel een relatie met je zouden willen. Eigenlijk, drop in de comments wie van jullie een relatie met Pedro wil. Ja. Oh, dat was wel triest, ik laat. Stuur een DM naar Pedro. Geloof je eigenlijk in horoscopen en zo? Want je hebt je sterrenbeeld altijd rond je nek hangen, maar... Nee, dat is puur uit emotionele waarde, eigenlijk. Maar ik ben niet zo bezig met horoscopen. Ik kocht vroeger wel altijd Joepie om de horoscopen te lezen. Mm-hmm. Dat wel. Mm-hmm. Maar voor de rest ben ik eigenlijk totaal niet bezig met... Oh, het is volmaan. Oh, Mercurius is in retrograde. Kun je dat je dat in Nederland zou zeggen? Dat is exact wat ik aan het denken was, maar dat ik niet wou uitspreken. Dus ik ben blij dat jij dat hebt gedaan. Ik heb het gevoel dat Mercury altijd in retrograde is. Ja. Dat is Mercury? Mercury altijd in retrograde. Ik weet echt niet waarover dat ik het heb als ik over Mercurius en zo bezig ben. Ik heb ook echt geen idee. Normaal gezien weten we nu wel meer over onze toekomst op basis van... Welk moment dat we geboren zijn. Want dat hebben we ook moeten doorgeven. Hè? Onze geboortedatum, geboorteuur, al die dingen. Ja. Dus ja, heel benieuwd. Wie wint het WK, Klot? Ik hoop Marokko. Oké. Omdat dat zo de underdog is. En het zijn altijd dezelfde teams die een WK winnen. Ja. Waarom niet Nederland? Dat is ook een beetje underdog, toch? Of Nederland. Marokko zeggen, of Nederland. Het is grappig dat deze podcast maandag uitkomt en dat er een kans is... Dus zowel Marokko als Nederland tegen dan uitgeschakeld zijn. En dan komen we ook weer goed over. Ik ben heel benieuwd. Ik ben fucking hyped. Ik heb echt ook nog wel hoop voor Nederland eigenlijk. Maar ja, het team waar je tegen speelt, dan moet je ergens een off-day hebben. Hè? En als Nederland gewoon zijn spel speelt en Marokko gewoon hun spel speelt, hoe dat ze dat nu al hebben gedaan. Ja.
En Eden Hazard, die uit de Rode Duivels is. Is dat triest? Zo zie je het. Ja, nee, maar het is gewoon omdat je al die jaren dat je gewoon bent dat hij bij de Rode Duivels heeft gespeeld. En ik heb niks anders geweten dan dat Eden Hazard altijd deel is geweest van Belgisch voetbal. Het is zeker om te zien dat dat een van de eersten is nu. Fellaini is ook al gone, bij wijze van. En Compagnie toch ook al, hè? Ja. Is toch ook al gestopt? Klopt. Maar nu binnen zo lijkt het echt ook andere OG's af te haken. Ja, ik heb zo het gevoel dat dit een soort raar startschot is van het begin van het einde van deze generatie. Nu Vertongen, misschien Alderweireld, dat is echt zo de vaste waarden zo allemaal gaan afhaken. Ja, maar ik ben wel heel benieuwd om zo'n clean slate te hebben of zo, zou ik maar zeggen. En dan zo'n doku, jongens allemaal. Ik ben daar net iets minder mee momenteel, maar... Dan die ook gewoon nog niet de momenten gehad hebben om... nog niet genoeg momenten hebben gehad om te shinen. En dat die waarschijnlijk eens de gouden generatie, die misschien een beetje aan het roesten geweest is, of zo, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Mensen, hoe goede spelers het ook waren, iedereen begon wel oud te worden en nu komt er wel kansen voor de nieuwe generatie, wat dat Eden letterlijk zelf heeft gezegd. Ja, en weet je, iedereen is nu aan het zeggen van de gouden generatie, bla bla bla. Maar... Kijk, ze hebben er gewoon alles proberen uit te halen wat erin zat. Maar ik vind niet dat wij daar spijt van moeten hebben of zo. Dat is gewoon nu wat het is. En oké, gouden generatie, mooi. Maar nu is het tijd voor andere dingen. En daar hoeft niks slecht te zijn of niks zuur of zo. Ik heb het gevoel dat mensen heel zuur zijn over de gouden generatie. Terwijl dat we eigenlijk kei fier mogen zijn dat wij zoiets hebben kunnen... dat er gewoon zo'n dynamiek is ontstaan om... België terug één te krijgen. Ik denk dat mensen zuur zijn omdat er precies niet alles uitgehaald is uit die gouden generatie. Omdat met al die sterspelers er toch ergens een EK of WK-titel in had maar kunnen zitten. Bon, kijk, maar het is wat het is. Dat is niet gebeurd. Dus nee, klopt. Maar ik denk dat... Dat is ook zo typisch Belgen. We blijven altijd hangen in iets van... Oké, dat is gebeurd, klaar, niks. Ja. Snap je? Dan moet daar nog keilang over gepraat worden. Van, hoe jammer is het wel niet dat dit niet gelukt is. Wat Louis van Gaal... Dat is toch jammer? Dat is super jammer. Terwijl dat iets kei moois is. In plaats van dat gewoon mooi te laten. Nee, nu gaan we dat waarschijnlijk de komende jaren over die gouden generatie zuur praten. En dan gaan we dat weer al helemaal reduceren tot een mislukking. Terwijl, boy, ik heb me nog nooit zo euforisch gevoeld als met de WK vorige keer. En EK en West allemaal. Dus, ja, Japan, klaar. Crazy. Je bent Brazilië, super blij crazy. Dat die momenten er zijn geweest. Dus. Dit is het langste dat er ooit al gepraat is geweest over voetbal op deze podcast. Maar jij bent een grotere voetbalfan dan de meeste mensen die al op deze podcast zijn gekomen, denk ik. Ja. Ik denk dat niet veel mensen dat weten. Wat durft jij uitspreken voor welke voetbalploeg dat jij supportert? Tuurlijk. Maar nu moet ik al even zien. Ik heb al 14 jaar een abonnement op Standaard. 14 jaar? Ja. Maar 14 jaar abonnement, maar daarvoor ging ik met tickets mee. Dus al langer. Dus sinds welke leeftijd ga je mee? Maar mijn eerste herinnering ooit is dat ik voetbal kijk met mijn papa. Wow. En ik denk dat ik ben beginnen meegaan toen ik 8, 9 was of zo. Holy shit, en wat jij. En zou je even goed als voetbal kunnen gebruiken. Dat jij zo'n klein bol geeft. Ja. Eigenlijk wel. Eigenlijk nee, maar letterlijk de mensen, dat is super eng. De mensen in die tribune, want we hebben vaste plekken, hè. De mensen in die tribune hebben mij zien opgroeien. Ja. Die hebben mijn ugly, middelbaar fase doorgemaakt. Dat ik bij mijn mislukt brilletje stond. Die hebben dat gezien. Vorige keer dat ik mee was, dat ik dat besefte van holy shit, die mens hier achter mij ken ik al zo lang. Mm-hmm. Van om de 2 weken hier samen 90 minuten te staan. En zijn dat dan mensen waar je al wel tegen gepraat hebt? Of zijn dat gewoon echt gezichten in een crowd? Dat zijn mensen waar ik al mee gepraat heb, maar ik ben echt een irritante voetbalfan in de tribunes. Uh-huh. Er moet nog maar iemand tegen mijn broer of mijn papa een beetje hebben geduwd of te wild hebben geroepen. En ik heb echt al vies gekeken. Dat is rustig moeten doen. Of zo'n guy achter mij die dan zo zijn sigaret zo staat uit te doven, maar dat as valt dan op mijn stoel of op de stoel van mijn vriendin naast mij of haar man. Uh-huh. En dan ben ik zo van, Spiet, gaat hij daarop zitten? Spiet, hebben wij gaten in onze jassen. Maar ik ben al met gaten in mijn jas naar huis gegaan, omdat er mensen gewoon een sigaret hebben gedoofd in mijn jas of zo. Hè. Damn. Ik heb echt zo'n haat-liefde-verhouding met de mensen rond mij, omdat die mij waarschijnlijk super irritant vinden. Mm-hmm. Allee, vonden. Nu ben ik chill. Maar vroeger was ik chill. Vroeger was ik echt zo van, waarom ben je gaan duwen? Waarom liggen die assen hier? Mm-hmm. Doe even kalm. En dan keek ik echt vies.
Okay, omdat die moesten niet in de buurt van mijn vrienden en mijn papa en, mijn, en zo komen. Plafig. Maar ja, voetbalfans zijn soms echt gewoon superboertig, sorry. Allee, ja. Ik kijk keigraag gewoon live voetbal. Ja. En dat is op alle niveaus, hè. Dat is op topniveau, maar dat is ook op de fucking stedelijke, allee, gemeentelijke competitie van de 10-jarige kindjes. Ja, maar dat is toch precies omdat het voetbal is en we lopen door de poorten van de tribune dat we ineens al ons fatsoen achterwege laten. Mm-hmm. Nee, jullie zijn toch altijd mensen die dat zich moeten gedragen. Mm-hmm. En daar kan ik soms echt super opgefokt van geraken. Denk je dat dat beter gaat zijn in Qatar omdat daar niet gedronken wordt in het stadion? Honestly, ik denk dat wel. Denk dat mensen los meer van Qatar, hebben? Want ik vind het vak heel het Qatar gegeven. Maar ik ben, ja... ja. Mm. Wil jij knutselen met mij? Heel graag. Ai, ik heb playmice voor ons. Ik ga niet liegen, er is echt heel veel... Nee, ik wil dat niet eten. We moeten dat niet eten. Oké. Okay. Nee, we moeten dat niet eten. Laten we dat zeker niet doen, eigenlijk. Maar er is veel opgegeten geweest, dus we hebben eigenlijk helemaal niet meer zoveel. Oké, wat willen we maken, Claude? Onze eigen kerstbal, wat denken we daarvan? Ja. 3, 2, 1, start. Kun jij je zo nog dingen herinneren dat jij in de kleuterklas gemaakt hebt? Ik weet dat wij superveel mee... pasta hebben we gemaakt. Wow, zo van die macaroni dingen. Ja, ja, ja. En macaroni kettingen, macaroni tekeningen en heel veel mee eten. Wat was je favoriete speelgoed vroeger? Nintendo's. Nintendogs ook? Of? Ja, Nintendogs. Ik ga echt een saaie kerstbal hebben. Jij hebt dat leuke dingen. Ik ben mindless aan het gaan. Ik ben klaar. Ik ook eigenlijk. Damn. Ready? Oké, laat zien. Wauw, het is een... het is een... een zon. Een ster. Een ster. Een veel logischer. Hier, die van mij kan ook in een kerstboom, echt. Dit is exact wat ik wou maken en daarom dat ik zo begonnen was. Maar ik besefte dat ik kon niet echt een ronde beginnen maken. Wauw. Oops, dat is cute. Ah, shit. Hey, oh, fuck. There he goes. Alright, dit is onze kerstversiering. Ik wil heel graag een livestream doen met de naam Eenmaal Endermaal Verkocht. Heel leuk. En in die livestream zouden we alles veilen en de opbrengst gaan naar een goed doel. Alle kunstwerkjes die hier gemaakt zijn afgelopen jaar, van Alex Agnew tot Jean Janssen tot Claude. Want vorig jaar met de zender hebben we steeds heel wat verschillende goede doelen gesteund. Waar ik niet kon kiezen, was ook niet duidelijk genoeg wat dat doel was of zo. Mm-hmm. Dus laat gerust ook in de comments weten welk goed doel jullie graag zouden willen steunen. En degene met de meeste likes steunen we effectief. Er is nog iets wat ik moet doen. Twitter shout-outs. Oké. Dus, als jij ooit ook een Twitter shout-out wil, retweet gewoon de gepinde tweet op mijn Twitter. Vandaag is dat... Vandaag is dat Cas Holvoet. Cas Holvoet. Die naam... nee, niet Holvoet. 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 Mijn excuses. Cas, heel erg bedankt om te luisteren, kijken waar je ook aan het kijken bent of aan het luisteren naar deze podcast. Ik apprecieer het heel erg. Claudia ook, denk ik. Enorm. Dat is hier de set aan het afbreken is. Cas, DM mij. Ik stuur je stickers op van Gossip Guy. En ik wil gewoon nog eens heel erg bedanken. Cool. Eigenlijk iedereen die luistert. Want ik zeg het altijd zo in hetzelfde zinnetje aan het eind van de podcast, maar ik meen dat wel. Het is zo insane dat ik dit mag doen. Dat is wel echt waar, want Ender zegt mij dat super vaak. Hij echt super dankbaar is. Blij met de support die hij krijgt. Dus. Ik denk dat er eigenlijk niemand is tegen wie ik zoveel... er is niemand tegen wie ik zoveel emoties deel als jij. Ook negatieve emoties soms. Dankjewel om hier te zijn vandaag. Wil je nog een boodschap delen met de wereld? Wees lief voor elkaar. De meest cliché, maar de meest simpele en mooie boodschap die hier meestal gezegd wordt. Ik word daar zo blij van, om gewoon op straat, als iemand u iets vraagt, om die te helpen of... het is zo makkelijk om in de trein, wanneer dat iemand u iets vraagt, of daar juist waren er twee guys die daar ergens moesten zijn, die hadden een papier waar dat op dingen opgeschreven stonden, hoe dat ze ergens moesten geraken. En mm-hmm. Het is zo makkelijk om te zeggen van, oh nee, weet ik niet, laat me gerust. Maar je kunt ook even gewoon vriendelijk zijn en vragen van, ah, naar waar moest je? Oké, nee, we zijn nu hier, we gaan naar daar. En daarmee dat ik zeg van, wees gewoon liever elkaar en probeer een beetje tijd in elkaar te steken. Ik denk ook dat wij als mensen gewoon steeds meer zo sceptisch zijn wanneer iemand ons aanspreekt in het openbaar. Omdat er steeds minder redenen zijn om iemand aan te spreken in het openbaar. Want als je de weg... veel mensen die de weg moeten vragen of niet weten wat de weg is, vragen dat niet aan een persoon in de buurt. Die checken hun gsm, checken Google Maps en komen ergens uit. Die komen op hun bestemming. Maar wij kwamen laatst iemand tegen die geen 4G had of ik weet niet wat de reden was. En... dus niet wist hoe hij bij een bepaalde winkel kwam. Ja. En het moment dat hij ons eerst aansprak, ik ga niet liegen. Ik was een beetje zo van, wat gaat er hier gebeuren? Wat zijn we hier aan het doen?
Mm-hmm. Om dan tot de conclusie te komen van, ah, die gast heeft gewoon een probleem en wij kunnen helpen. Ja, yeah, exact. Terwijl dat veel anderen gewoon... De mensen voor ons waren letterlijk gewoon zo van, die waren weggewandeld. Sorry, we can't help you, we gotta go. En dat is, vaak is dat gewoon een excuus van, ik heb geen zin om deze interactie te hebben, ik moet weg. Misschien hadden ze echt dingen te doen, maar je hebt het gevoel dat soms is het echt niet zo moeilijk om dat kleine momentje iets aangenamer te maken voor die persoon. Exact. Of dat koppel, dat oud koppel dat we tegenkomen. We gaan even gewoon alles oplijsten wat wij goed hebben gedaan. Dingen die op social media stonden, dat we even... Maar zo voel ik mij soms. Dat is niet om... Toen ook, want dat was een oud vrouwtje dat ons wou aanspreken, maar ik had in mijn ooghoek dat maar half gezien en ik dacht van, ach nee, dan komen we weer geld vragen of zo. Yeah. En jij had dat anders gezien. In our defense, Brussel-Noord, waar daar regelmatig mensen u aantikken om geld te vragen. Of dat is Brussel Centraal, zelfde verhaal. Initieel hoorde ik ook gewoon zo een stemmetje achter mij, zo van, excuse me. En je dacht van, fuck, ik heb geen cash bij. Willen we deze interactie echt aangaan? Mm. En toen we ons omdraaiden, jij mocht de rest van het verhaal vertellen. Echt zo'n overgenomen. Cute, oud koppeltje. Ja. Spraken enkel Engels. Mm-hmm. Ze kwamen van Brazilië. Of Argentinië was het. Argentinië. En ze waren op bezoek geweest bij hun kinderen die nu over heel Europa wonen. Ze moesten naar een hotel. Dus wij uiteindelijk, ja, ik ga het verhaal gewoon kort maken. Uiteindelijk zijn we met die mensen meegewandeld naar het hotel. Omdat we wisten van, ja, we kunnen wel zeggen, hier via onze gsm zie je dat je zo links, rechts, rechtdoor moest wandelen. Mm-hmm. Maar ja, één straat verder en die mensen gaan dan niet meer weten waar ze zitten. Je zat ook echt in een kind of sketchy buurt. Het was echt zo weg van alle leuke lichtjes en al het geluid. Ja. En ze kwamen echt uit. Want toen we daar uitkwamen, was ik ook heel blij dat we even meegewandeld waren. Ja. Want twee mensen van die leeftijd in een vreemde stad op stap sturen met vage richtingaanwijzingen, dat zij dan misschien ergens anders nog hadden moeten proberen richtingen vragen. Ik was heel blij dat we even meegewandeld waren. Mm-hmm. Dus ja, daarvan, het punt is gewoon, wees lief voor elkaar en probeer elkaar te helpen. Oké, super. Bedankt aan iedereen die geluisterd heeft. Like, abonneer, dat is goed voor mijn ego. En tot volgende maandag. Thank you. Peace. Oh, weet je wat we nog moeten doen, Claude? We moeten nog een comment maken. Ah ja. Yes. 3, 2, 1. Glitterfles. Glitterfles. Drop in de comments. Glitterfles. Dan weten we dat je tot dit punt hebt geluisterd. Het zou heel cool zijn. Thanks aan iedereen die dat doet, trouwens. Het is altijd leuk om te zien dat er heel random combinaties van woorden in de comments staan. Tot volgende maandag. Peace.